We hebben altijd er zijn bepaalde danceplaten dat we zeer goed vonden. En dat was dan Le Rythme Digital. Ja, dat is... Die plaat heeft eigenlijk wel ons wat meer richting dance. Ja. Of en vrijheid gegeven in muziek. Maar uiteindelijk, het is niet dat we kenners waren in de dancegenre. Het meest dance aan mijn opgroeien, dat was een kennis van mijn ouders die hier werkte. Dan in Rijssel. En voor mij was dat al iets heel speciaals, omdat ik daarvan hoorde. En hij was bezig met dance en bonsai. En dan vond ik dat wel cool om te weten dat ik iemand kende die er wel iets mee te maken had. Maar verder dan dat ging dat eigenlijk ook niet.